Wat heb ik meer gekocht? En het is vandaag een leuke dag, want er is nog niet nu iets leuks, maar ik ga nu mijn ontbijtje maken nadat het op is. Dat zien jullie me beter. Hoog. Dan ga ik op mijn knieën. Daar heb ik er goed voor. Zo. Zo. Maar het gaat een beetje fout. Dat werkt nog wel niet. Oké. Ik ga dus nu alle spullen pakken. Yoghurt. En weinig. Maar het ziet er wel goed uit. We hebben zo conclusie nodig. En dat was het. Was het niet pak? Gaan we de volgende schrijven. Dat is nog niet alles. Want heb je mijn pilletjes? Die moet je natuurlijk ook nog even aan de. Dan gaan we deze. Die zetten daar. Een lepel. Doe ik hem weer dicht. Zet ik hier ook mijn vitamines. Natuurlijk eerst de kruiseli. En nu is het tijd voor de yoghurt. En de kruiseli is klaar. En nu dus lekker eten. En ik ben al aan het lopen met naar de bank. Hey Mimiel. Zie jezelf. Leuk hè? Kijk. Goedemorgen. Het is woensdag. En ik mocht weer zo vroeg eruit. Weer voor Ziggo. En ben er een beetje klaar mee. 3 keer. Ik hoop 3 keer scheepsrecht. En anders is het gewoon. Dan ga ik het niet meer uittesten. Want ik heb vakantie. En ik moet gewoon al 3 dagen veel te vroeg mijn bed uit voor. Maar goed. Aangekleed al opmaken moet ik nog. Ik heb net een hele dikke laag. Dacht ik hem op mijn gezicht gesmeerd. Hier heb je een bijtje al op. En ik ga een banaantje eten. Dat is altijd mijn part in ontbijt. Dat krijg ik 's ochtends weg. Nee, kom je lekker even knuffelen. Daar hou ik van. En ik heb gehoord dat jij het een hele leuke dag gaat vinden. Nou, dat hoor ik graag. Maar voor nu hebben we huisarrest. Dat was weer iets minder leuk. Ja, maar maken we wel. Maar als het lekker weer is, is het geen huisarrest. Oké. Punt uit. Oké. Dus, Je hebt veel baar. Ik ga even de vlog van. Even de vlog van gisteren renderen, die heb ik wel geëdit. En dan gewoon weer. Oh, wat dat voor actie was, weet ik ook niet. Dan even gewoon snel. Je filmt nog steeds baar. Ja. Nee, en dan is steentje, je bent veel te wakker. Mij lukt echt niet om wakker te worden. Ik heb de hele tijd gevoel dat mijn ogen echt elk moment weer
dichtvallen. Maar goed. Monteur is geweest en het is een kabelbreuk buiten onze grond. Daar komt morgen een monteur voor. En dan had ik natuurlijk gezegd, als er weer een afspraak, dan zeg ik het af. Maar ik hoef alleen even 5 minuten iemand binnen te laten die dan de kabel gaat volgen. En daarna hoef ik er niet voor thuis te zijn. Dus dat vond ik nog wel oké. En nu ga ik mijn camera even opladen en boodschappen doen. Maar Sarah heeft nog ook heel veel gevlogd. Ik heb geen idee wat voor beelden het verder allemaal precies zijn. Dus misschien hebben jullie dat wel gezien, misschien niet. Maar mijn batterij staat te knipperen nu. Dus ik neem mijn camera niet mee. En dan ben ik zo weer terug naar het boodschappen doen. Boodschappen zijn gedaan en opgeruimd. We gaan nu weer de fiets op, want ik ga even wat winkelen. Ik heb wat dingetjes die ik wil hebben. Dus dat gaan we even doen. Nee, dan doet hij die moet je een andere. Wat mooi. Geef je ook concerten? Nou, gelijk in het pashokje. Dit zeg je aan. Die vind ik wel heel erg leuk. Alleen je twijfelt over de maat. En ik heb ook dit bakpak. Die is heel mooi. En Sarah die vindt deze dus helemaal geweldig. Vind ik ook wel echt heel leuk. Ja, broek 1. Deze vind ik wel heel leuk. Ik heb hem ook nog in deze kleur hangen. Die kleur vond ik eigenlijk leuker, maar deze in maat groter, die hing er niet. Deze kleur twijfelde ik over, maar als ik dit een stop aan doe qua kleur, staat het niet. Maar als broek vind ik hem eigenlijk best wel leuk. Het staat. Hij lijkt alleen echt veel geler op beeld. Ja, heel leuk deze. Ik heb ook deze, maar die vind ik echt niet mooi zitten. En hij zit ook echt niet lekker, dit boekje. En dan nog deze blazer. En hij hing met opgerolde maat, dat vind ik wel leuk. En deze ook, maar ik weet niet. Ik vind dit soort leuk. Blazers altijd heel erg leuk bij anderen. En als ik het dan zelf aan heb, dan denk ik... Ik ben er nog niet meer over uit, deze. Deze ga ik sowieso meenemen, die vind ik echt helemaal leuk. Ja, wel ook van leuk. Ik vind het heel knap. Ja. En ik vind het alleen al knap dat je het gewoon doet. Echt, hè? Ik durf dat niet. Echt waar, hoor. Oh jee, ik krijg nu al sterallures. We moeten zo'n mandje meenemen. Dan kan ik je ergens neerzetten. Dan verdien je geld. Oké, vloggen vanuit de allercharmantste hoek. Maar we zijn goed geslaagd. En dan gaan we lekker naar huis fietsen. Ik heb zo verschrikkelijk gelachen om Sarah. Maar het was wel heel gezellig daardoor. Het is heerlijk weer. Het leukste is dat we nu langs de kinderboerderij rijden. Ja, we fietsen langs de kinderboerderij. Want het is allemaal koeien, thee. Ja. Ja, die bijbels en paard los. En zo, een vlieg in mijn oog. Helemaal zo fijn. En dan ging je vliegen in mijn oog. Oh, dat vind ik echt niet en fijn als ik fiets. Schommelbed. Echt een schommelbed. En schommelbed? Zo leuk. Ik voel nog steeds in mijn oog. Ah. Gelukkig fiets je verder waar je niet moet. Oh. Dat had ik niet moeten zeggen. Nou, ik zei gelukkig fiets hier niemand, maar toen kwamen er allemaal om het bochtje mensen vandaan. Echt, weet ik voor hoeveel. Maar het gaat goed en het is volgens mij uit mijn oog, want ik voel het nu niet meer. We zijn weer thuis en ik ben niet scherp. Nu wel. En ik heb het meeste wel gefilmd wat we hebben gekocht. In de laatste winkel heb ik niet alles gekocht wat ik heb gepast. Wat heb ik meer gekocht?
zit echt 86 lagen ingepakt. Ik heb nog een pyjama, want ik wilde echt pyjama's erbij. Dat is... Oh, er zit er helemaal in vast. Zie je dat? Ja. Dat is deze pyjama. Dat is gewoon zo'n pyjama jasje met zo'n kort broekje. En dit is dan het broekje. Die vond ik heel leuk. En, oh ja, Sarah heeft gewoon een gympa, ook voor op school. Want die is echt uit al de schoenen aan het gooien. Ik denk, dan hebben we in ieder geval even één paar wat sowieso echt helemaal goed zit. En dan kijken we later wel verder. Ik wil gewoon even iets wat en van alles kan. En wij hebben een kleurplaat. En ik heb hele witte nagellak. En we hebben echt alle nagellakjes gekeken in de winkel. En deze zag er echt het beste witdekkend uit. Want mijn nagels echt, het ziet er niet uit. Dus en deze is voor jou. Ja, jij hebt een kleurplaat gekregen. En jij ook. En jij ook. Hoe heet het? Deze was dus van alle nagellakjes wel echt die er het best dekkend uitzag. Dus ik ben en benieuwd. We hebben nog hier een pyjama. Ja, die had ik al gepast. Dus die heb ik laten zien. En mijn bakpak die heb ik ook gepast in het hokje. En ik heb die gele broek gekocht. Nou, we zitten met z'n allen aan tafel. Sarah met de vader en ik. Hallo papa. Hoi papa. Dat gezicht van jou. Wil je wat eten? Ja. Ik heb heel lekker deze overschotel gemaakt. Dit is met spinazie, kip en aardappel. Ik wil gewoon eten. Heb je er trek in? Ja? Ze hebben heel raar oog door hoe je zit. En door de schaduw. Het lijkt alsof je een blauw oog hebt. Ah, heb je een blauw oog? Kan je nog praten? Nee. Kan je nog lachen? Ja? Oké, gelukkig maar. Ik ga ook even scheppen. Sarah ligt op bed. Marco is weer even weg. Dus ik ga mijn nagels wit lakken. En dan, op deze hand vind ik ze echt heel cool gelukt. Deze is netjes, maar deze hand zit schots en scheef en de randjes. Maar ik moet nog even uitharden. Maar goed, ik laat het gewoon met deze hand zien. Ik vind het wel echt heel cool. Ik had het in mijn hoofd en ik wilde hele witte nagels. Dus was ook echt een dingetje, we hebben echt in de winkel eerst alle witte nagellak gezocht. En allemaal gekeken hoe ze waren en deze was wel echt... het witst en gewoon heel goed dekkend. Ik denk dat deze hand trouwens gewoon echt opnieuw moet doen. Het is echt, ik weet niet of je het kan zien. Stel dat scherp. Kijk eens dan, echt heel erg. En die andere zit echt super netjes. Kijk, deze hand is echt gewoon, nou, stel scherp. Deze hand zit zo netjes. En ik ga even tv kijken en editen en alles. Ik lig gewoon in bed en ik moet wel even zachtjes praten. Want ik moet niemand wakker maken. Ik heb die nieuwe pyjama aan die ik vandaag gekocht heb. En hij is echt heel leuk. Maar goed, ik wil even de vlog afsluiten. Bedankt voor het kijken en tot morgen. Doei doei!